Op 1500 meter hoogte in het Zwitserse Verbier geeft Mark van Bommel, soms met letterlijk een beetje tegenwind, een inkijkje in zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Die anders is dan een jaar geleden. Toen stroomde hij in vanuit het WK in een korte vakantie als hoofdtrainer van PSV. Dat is nu allemaal anders en dat maakt het in sommige opzichten ook wel een beetje makkelijker. Ja, je bent wat beter voorbereid. Je kan een paar dingen al aan eind over doen. Je hebt de aanlooptijd. Waar het vorig jaar kreeg ik midden in het WK de vraag of ik trainer wilde worden voor PSV. Ja, en dan gaat het heel snel. Dan moet je alles op poten zetten. Dan moet je trainingen voorbereiden. Dan moet je gaan kijken wat je gaat doen en hoe je het wil doen. Ja, en nu ben je beter voorbereid. Nu moet je ook heel snel zijn. Ja, je moet zeker snel zijn, want 23 juli begin je al. Korte voorbereiding. Waarin je zoveel mogelijk informatie geeft aan de spelers. Dat ze eigenlijk alles meekrijgen in heel korte tijd. En dat blijft niet alles hangen, maar ze hebben het wel al ervaren. En als er al 60% blijft hangen, de volgende 40. Die 60 die kun je herhalen. Die volgende 40 kan je er weer bij stoppen. En het voordeel is dat ze al een klein beetje weten. Is het mogelijk om een ploeg binnen ruim 4 weken te laten pieken? Ja, pieken. Je moet die wedstrijd winnen. En hoe je het doet, dat maakt in principe niet uit. Je moet het elftal zo goed mogelijk voorbereiden. Dat ze heel goed voorbereid die wedstrijd in gaan. Ja. Dat ze niet nerveus hoeven te zijn. Dat ze weten wat de tegenstander doet en wat wij zelf doen. Maar dat is niet makkelijk. Nee, en vanaf dat moment gaat het eigenlijk zaterdag, woensdag, zaterdag, zal ik nog even zeggen, door. Ja, dan ben je dan los. Door. Ja, dan dat is het moeilijke. Dan kun je niet meer zoveel trainen als dat je nu kan doen. Dus je probeert die jongens zoveel mogelijk mee te geven. En in die tussenperiode van die wedstrijden, dat zijn 3 of 4 dagen, dan moet je natuurlijk ook werken. Alleen dat is af en toe niet zo makkelijk, omdat je ook arbeidsrustverhouding in de gaten moet houden in die fase. Ook de jeugdopleiding levert deze dagen weer veel spelers. En dus is het interessant om te kijken hoe de trainer tegen die ontwikkeling aankijkt. Nou, ik denk goed. Vorig jaar hebben we er een aantal gespeeld. En het is belangrijk dat zij weten hoe wij spelen. Dat maakt het een stuk makkelijker. Dan heb je een houvast als voetballer. Dat je weet wat we van de spelers verwachten. Hoe we willen spelen. En de principes zijn daarin heel belangrijk. Die principes zijn altijd hetzelfde. En dan is het afhankelijk van de speler, van het karakter, van de kwaliteit, hoe die dat ingevuld wordt. Dus bij iedere wisseling of bij iedere wissel hou je hetzelfde principe, maar krijg je toch iets anders plan. Ja, betekent bijvoorbeeld het vertrek van Ruud de Jong dat er heel veel gaat veranderen? Want jij hebt zelf natuurlijk ook een speelwijze voor ogen. Maar qua type spel? Kijk, Luc bracht fysiek mee. Hij was slim, hij wist precies hoe hij speelde. Hij kon andere spelers sturen. Hij was kopsterk, kon goals maken. Ja, voor mij was dat een ideale aanvoerder. Die, hij maakte vieze meters. Ja, maar hij verdedigde ten koste van alles verdedigde hij terug. En zo'n spits, die kom je niet veel tegen. En dan zijn er de nieuwkomers, Lato en Bruma. Die eerder deze week en eind vorige week de selectie van PSV zijn komen versterken. Dat het goede jongens zijn. Ja, dat is sowieso belangrijk, dat zij zich snel integreren in de groep. En dat is ook wel mooi dat de groep die er is, dat zij daar ook bij helpen. Want ik heb het zelf ook ervaren als ik naar een andere club ging. Dat je, hoe sneller je op gemak voelt, hoe sneller je je niveau kan halen. En dat is bevorderlijk voor iedereen. Het ligt er ook aan hoe je jezelf opstelt. Als jij je open opstelt zoals Tony en Bruma dat doen, ja, dan is het ook makkelijk. Die jongens hebben kwaliteit, anders hadden we ze niet eens gevraagd om te komen. Dus ik ben hartstikke blij dat ze er zijn. Tot slot, jouw generatiegenoot, goede bekende vriend Arjen Robben, heeft besloten om te stoppen. Is het een logische beslissing van hem? Ik vind het jammer. Ik had hem er heel graag bij gehad. Ik denk dat het zijn allermoeilijkste beslissing is geweest uit zijn carrière. Om te besluiten om te stoppen. Ik denk dat hij nog heel graag gespeeld had. Afwegingen heeft gemaakt, heeft er ook heel lang over gedaan. En dat is ook heel moeilijk. Kijk, als hij fit is,
dan is hij een van de beste die Nederland ooit gehad heeft. Maar dus te respecteren, dit besluit? Ja, uiteraard. Dit moet je altijd respecteren. Als de speler zelf tot de conclusie komt dat hij vindt dat hij moet stoppen, ja, dat is ook de beste beslissing, want dat is zijn eigen beslissing.